John de Wolf, geruchten waren er al een tijd, maar nu heb jij daadwerkelijk te horen gekregen dat je hier moet vertrekken. Dat is, ja, dat is pijnlijk. Nou ja, pijnlijk. Ik had er al rekening mee gehouden. Ik was er al vanuit gegaan. Ik had ook al signalen gehoord, een aantal weken geleden. En, alleen je hoort het niet van bovenaf. En daar hebben we toen om gevraagd. Toen werd er gezegd, oké, winterstop. Alleen ja, weet je, die geruchten die blijven. Totdat ik Peter en ik gisteren eigenlijk naar Leo zijn toegestapt. En om te weten wat er nu precies speelt. Dat we echt duidelijkheid willen hebben. Nou, er is gisteravond nogmaals een bestuursvergadering geweest. En ja, ze zeggen dat het daar besproken is. En ja, daar is eigenlijk besloten om met een hele nieuwe, frisse staf het nieuwe jaar te beginnen. En ja, daar kan je ongetwijfeld geen begrip voor opbrengen. Oh, nou, weet je, ja, begrip, weet je wel. Het is de voetballerij, weet je. En het allerbelangrijkste, want ik kan alleen maar namens mezelf praten. Het allerbelangrijkste is dat er duidelijkheid is. En dat wilde ik weten. En nou, die heb ik gekregen, dus ja, zo zit het ervoor. En ja, weet je, je moet ook grote jongen zijn. En het eerste wat ik bij mezelf dacht is van, ja, weet je, ik wil het er gewoon goed afmaken. Zaterdag de wedstrijd Eindhoven. En ik wil absoluut niet dat er een andere weer voor die groep gaat staan. Hè, dat die jongens weer een andere trainer worden, misschien één wedstrijd maar krijgen. En ik heb altijd goed gewerkt en met die groep. En, dus ik wil het gewoon goed afsluiten. En dat is zaterdag. En dat heb ik aangegeven. En gelukkig heeft Peter dat ook besloten. Dus wij gaan zaterdag onze laatste wedstrijd voor Sparta coachen. Ja, gisteren is je dat dan verteld in een gesprek. Hoe gaat zo'n gesprek? Emotioneel? Word je dan boos, gelaten? Nee, net wat ik zeg, weet je. Ik had er al rekening mee gehouden. Dus ik had al bepaalde dingen vernomen via. En ja, weet je, dus ik ben al verder met het schakelen in mijn hoofd. En vandaar dat ik, ja, tot ik toch ja, een soort quasi nonchalant erover ben. Want ja, weet je, natuurlijk had je graag gebleven. Laat dat even niet vergeten met elkaar. Maar als je al op het moment dat Gert ontslagen werd, twee dagen later al via vernomen had van, joh, laat je niet voor het karretje spannen en kijk uit. En ja, dacht ik van, nee joh, dat aan de andere kant, weet je, dan schakel je daarmee in je bovenkamer en dan, ja, dan wacht je en dan, ja, het besluit zou in de winterstop komen. Maar ja, wat ik net al zei, we wilden het eigenlijk gisteren al weten. Nou ja, er is nu duidelijkheid, dus ja, prima. Zaterdag, Eindhoven. Ja, maar voel je niet toch een beetje voor het karretje gespannen? Voel je toch niet in de maling genomen door sommigen binnen deze club? Ja, maar weet je, dat is niet zo belangrijk, joh. Weet je, dan had ik toen moeten opstappen gelijk met Gert. En, maar Gert wilde dat absoluut niet. En ja, weet je, het is een mooie club. Weet je, ik ben hier groot geworden. Ik heb mijn eerste profcontract getekend. En ik had het liever anders gezien, maar ja, zo is het niet. En ja, nogmaals, dan moet je ook een grote jongen zijn. Ja, heb je het idee dat ook de nieuwe trainer hier een rol in heeft gespeeld? Pastoor die is aangesteld? Ja, weet ik niet. Dat moet je aan de trainer zelf vragen. Het is voor mij ook niet meer belangrijk, weet je. Kijk, de normale gang van zaken zou zijn als er een hoofdtrainer komt, dat daar in overleg gepleegd wordt wie en wat zijn assistenten worden. En ja, daar heb ik geen invloed in of op. En ja, dit is besloten en nou ja, het is zo. Je lag goed binnen de spelersgroep. Hoe hebben zij gereageerd toen het wereldkundig werd gemaakt? Ja, nou weet je, we hebben net even een toespraakje voor de training gehouden. En ja, wel gezegd dat wij graag het goed af willen maken. Hè, door die wedstrijd te eindigen. We willen nou niet weglopen. En zeker voor die spelersgroep niet. Want daar hebben we echt gevoel bij die gasten. En dat hebben we aangegeven. En ja, toen zijn we lekker naar buiten gegaan. En we hebben weer lekker getraind. Alsof er niks aan de hand is. En ja, weet je, ik heb altijd al gezegd, die voetballerij is een jungle. En dan moet je survivalen voor jezelf. En de ene keer is Pietje aan de beurt, de andere keer is Klaasje. En nu zijn wij aan de beurt. En, maar ja, weet je, het allerbelangrijkste, er is duidelijkheid. Wat ga je doen? Ja, het is natuurlijk nog heel pril, maar ja. Heb je wel voor jezelf al zoiets van, ik wil wel in de voetballerij blijven? Ja, nou ja,
Weet je. Ik ben een voetbaldier, weet je. En ik adem voetbal en ik ben altijd met voetbal bezig. En ja, we gaan kijken wat op ons pad komt of wat op mijn pad komt. En ja, als je het niet erg vindt, ben ik daar nog niet helemaal mee bezig. Het is een cliché, maar ik wil het zo goed mogelijk even afmaken. En het zou heel mooi zijn als we 4 wedstrijden de 0 houden. En dat betekent ook dat je 4 wedstrijden ongeslagen bent geweest. En hopelijk tot we er nog 1 in prikken zaterdag, tot we toch die wedstrijd winnen. Want ja, nogmaals, dat zou fantastisch voor die groep zijn. En met die groep spelers, maar ook met de medische staf, hebben we prima gewerkt. En dat is ook de reden dat ik absoluut de wedstrijd tegen Eindhoven goed af wil sluiten. De situatie is wel vreemd, hè? Jij wordt betaald door de hoofdsponsor, Actie dus. Ja, dan zou je kunnen zeggen, er wordt niet geluisterd naar de geldschieter. Want volgens mij zijn ze bij Actie dus en ook, wat ik zeg, in de spelersgroep wel tevreden over John de Wolf. Ja, nogmaals, dat weet ik niet. Ik word niet alleen door Actie dus betaald. Ik word nog ook door een andere sponsor word ik betaald. Dus ik sta ook niet op de loonlijst bij Sparta. En ja, wat anderen vinden, weet je, dat is mooi om te horen. Alleen ja, de mensen die daarover beslissen, die denken daar anders over. Dat is ook hun goed recht, maar ja, diep in mijn hart had ik het misschien toch wel even anders, liever anders gezien. Je neemt het verlies als een echte kerel hoe je hier voor me staat. Je andere assistent Peter van den Berg wil zich op de wedstrijd tegen Eindhoven concentreren, wil niet reageren nu. Hoe is hij aangeslagen? Wat merkt hij aan hem? Nou ja, ik ga niet namens Peter praten natuurlijk, want anders had hij zelf voor de camera kunnen komen. Ja, daarin verschillen we. En dat mag ook en dat moet ook. En dat accepteer ik ook en hij ook. En ja, ik kan me ook focussen op de wedstrijd na zaterdag. En omdat, net wat ik al eerder in dit verhaal zei, ik ben een paar stationnetjes verder. Ik had er al echt rekening mee gehouden. Dus ja, dan ben ik ook... Daarvoor sta ik ook minder, denk ik, aangeslagen als Peter op dit moment.